Scream your heart out. Whoa. Sorry. Goed, het was gezellig, jongens. Dankjewel. Ja. Dank. Doei. Bye. Oh man, begint de Q-talk ook al gewoon zo op deze manier weer. Ja, weet je, het is Bart is gewoon altijd jaloers geweest op succes wat ik gehad heb met mijn band. En hij niet met zijn bandjes. God knows it's true. Aftershow en AFAS, leuk man. Of was je toen nog gestopt met mannetje? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Sorry, er wordt echt nu al heel veel shade gethrowd. Dat is echt heel goed en slecht begin. Les weet dat ik hem het allerbeste vind. Dat ik het alleen gewoon grappig vind om hem met dat liedje te pakken. Ja. Ja, waarom met Scream Your Heart Out? Dat weet ik niet. Het is gewoon het is heel catchy. Het is ook helemaal geen dis naar het nummer of zo eigenlijk. Catchier dan corona? Nou. Je kan ook te ver gaan. Ik weet niet wie meer hits heeft gehad, hoor. Zo, hallo hé. Ik denk, ik maak er redelijk uit die grapje. Ik ga er even overheen. Goedemorgen. Ja, maar ja, hallo. Wacht een beetje. Maar hoe is het met jullie? Goed, man. Met jou? Ja. Ik verveel me echt de tering. Maar gelukkig is Final Fantasy 7 afgelopen weekend binnengekomen. Dus ik ben blij. Ja, super. Fantastisch. Het is de remake waar ik al 15 jaar op wacht. En het is een remake waar ik al 15 jaar naar hunker. En nu is hij er eindelijk. En ik ben gewoon heel erg blij. Maar dat betekent dat je gewoon dit hele weekend binnen hebt gezeten Final Fantasy spelen? Daar komt het wel op neer, ja. Ik ben gisteren heel even buiten geweest. Ik dacht van, nee, de zon schijnt, what the fuck. Dus ik ben even naar buiten gaan kijken. En in mijn tuin rustig aan mensen. Zodat Rolex zo open en that's it. Dan mijn gordijn open, dus dan krijg je maar dit effect. Zo, nieuw! Meteen verbrand. Ja, nee, ik heb even gebarbecued gisteren en daarna ben ik even gegaan met Final Fantasy. Ja, zaterdagmiddag is hij binnengekomen en ik heb er nu 16 uur in zitten. 16 uur? Netjes. Ja, je moet nagaan, zeg maar. Je had 48 uur, hè? Het valt me een beetje tegen eigenlijk nog. Zeker waar, maar soms moet er geslapen worden. En we hebben zaterdagavond met Emonite hebben we een livestream gedaan. Dus dat hakt ook behoorlijk in de tijd. En dat kun je niet combineren, die twee? Nee, zeker niet. Nee. Sowieso, op dit moment mag je Final Fantasy 7 dus niet livestreamen. Sorry? Hij is nog niet uit officieel, toch? Officieel is hij nou pas 10 april uit. Wat eigenlijk betekent dat Square Enix gevraagd heeft aan iedereen van, jongens, wil je alsjeblieft geen spoilers geven? En elke livestream wordt automatisch afgekapt door Twitch en door YouTube en iedereen. Dus maar waarom is hij dan nu al in handen van diverse mensen dan? Omdat Square Enix wilde zorgen dat iedereen voor 10 april, of in ieder geval op 10 april, zou kunnen spelen. Vanwege de COVID-crisis op dit moment zijn ze dus heel bang dat mensen hun game niet op tijd krijgen. Wat super lullig is, want iedereen kijkt er super lang uit in die game. En aangezien die game over heel de wereld verscheept moet worden via allerlei verschillende distributies. En ik geloof dat in Europa komt die uit Zwitserland, als ik me niet vergis. Dan willen ze daar wat voor zijn. Dan willen ze die voorsprong eventjes halen. Dus dat hebben ze gedaan door middel van te zeggen, hey, wij gaan die game eerder uitsturen naar iedereen toe. Maar waarom heb je hem dan niet als een digitale release gepakt? Ik? Specifiek? Ja, of gewoon mensen in het algemeen. Ik bedoel, ik vind een fysieke release leuker. Maar dan weet je toch zeker dat hij altijd op het juiste moment uit is? Ja, dat klopt. Waarom? Ik vind nog steeds, zeg maar, geld uitgeven aan een digitale game vind ik nog steeds zo zonde. Dat, je kan hem niet doorverkopen, je kan hem niet in je kast zetten, je kan er niks mee. En dat vind ik zonde. Maar dit ding is een beetje, al zou Final Fantasy 7 alleen maar digitale release zijn, dan zou die game lang niet zoveel verkopen. Ja, echt? Tuurlijk. Waarom? Nou, sommige mensen hebben geen creditcard. Daar ga je al, zeg maar, met 75% van de gamers ga je onderuit. 75% tot 80% van de mensen hebben geen creditcard. Dus kun je vaak al niks online kopen vanuit je land. Wij hebben hier Ideal. Dat is fantastisch. 2. Mensen zijn onder de 18 en mogen die shit niet doen. Het zijn cadeaus. Mensen krijgen zakgeld. Ja, dit snap ik allemaal wel. Maar het is natuurlijk zo, vanuit Nederland is het natuurlijk redelijk makkelijk praten. Want wij hebben een redelijk goede betalingsinfrastructuur. Dus ik snap dat voor... Dat hebben we helemaal niet. We hebben het relatief gezien, hebben wij het goed. We hebben PayPal, we hebben een creditcard, we hebben een bankensysteem wat met Tiki werkt, of wat is het, Ideal werkt en zo. We hebben een bankensysteem wat stamt uit de jaren 80, wat niet fatsoenlijk werkt. Wij zijn namelijk het enige land binnen Europa die niet met een 16-cijferige debitcardcode werkt. Maar nee, wij werken lekker met een IBAN-code, want
Dat is lekker ethisch. Ja, maar meer zijde van als je het gaat kopen. Bedoel, jongeren kunnen ook gewoon bij bol.com iets bestellen. Maar weet je wat ook een beetje is met die games? Ik heb in december een Switch gekocht. Ik heb echt zo'n zieke stapel met games meegenomen die ik heb ingeruild, zeg maar. En dan krijg je best wel veel korting nog. Dus het komt uiteindelijk wel ergens weer terug. Ja, zeg maar, dat is ook de doorverkoopvalue is weg zodra je een digitale versie hebt. Ze zijn bezig om te kijken met het reglement dat je dus naar digitale games door mag verkopen. Maar dat is nog niet rond. Ze zijn nog de judges uit. Nou. Maar ik had het meer over die 10 april. Want waarom boeit hun dat zo erg? Want op het moment dat je gewoon kijkt naar hoeveel digitale downloads je hebt, ten opzichte van het aantal reserveringen, of in ieder geval hetgene wat geordeld is door de gameverkopers. Fysiek is ver veel meer verkocht dan digitaal. Ja, maar dan kun je ook zeggen van, we doen dat gewoon 3 dagen later, want dan ben je nog steeds op tijd. En degene die niet op tijd zijn, hadden het via een digitale download kunnen doen. Ja, maar dan is het probleem, dan ga je dus excluden. Dus wat je dan krijgt, is dat je zegt tegen mensen, hey, als je een digitaal koopt, dan mag je hem 10 april zeker spelen. Als je hem fysiek koopt, ja, dan kan het zijn dat je een week later binnenkrijgt. Dat kunnen wij geen reden doen. En dat is een beetje het probleem. Dan gaan mensen klagen en dan ga je issues krijgen. Op dit moment gaan mensen niet klagen, want mensen krijgen hem eerder binnen dan de release. En mensen die hem pas op de release krijgen, dus mensen die hem digitaal gekocht hebben, krijgen hem pas 10 april. Ja, dat snap ik. En die kunnen pas 10 april spelen, maar dat is ook de afspraak geweest. Dus je gaat vanaf 10 april spelen. Ja, maar dan ga je dus wel vanuit de andere kant, vanuit de gamemaker, zeggen, ja, je hebt hem wel, maar je mag hem wel voor jezelf spelen, maar niet gaan delen, niet gaan tonen aan anderen. En nou, als het 10 april is, mag het dan wel, maar dan ben je al wel zoveel levels verder. Nee, ze hebben gevraagd van, hey, je mag hem al spelen, maar we zijn aan de prijs dat je geen spoilers online zet en streams en video's worden verwijderd. Simpelweg omdat wij willen dat iedereen vanaf 10 april die experience kan krijgen zonder dat ze gezond en gespoild wordt. Wat fucking logisch is. Moet je voorstellen dat je daar Stranger Things seizoen 4 gaat beginnen. Dat Netflix al een livestream online zet met de spoilers erin. Nou, dat of misschien is een van de betere voorbeelden nog wel. Dat jij, je hebt bijvoorbeeld filmreleases. Sommige filmreleases komen in Europa weken later of weken eerder uit dan in Amerika. Right? Ja. Hoe kut is het, zeg maar, als jij naar de bioscoop gaat en die film is al 6 weken eerder uitgekomen in Amerika. En in de trailer zie je eigenlijk als, zeg maar, het deel 2 van die film die je gaat kijken. Want in Amerika is het toch al uit, dus wat maakt het uit? Hè? Dan maakt het gereed maar uit. Dat is het hele ding. Het is een stukje loyaliteit wat Square Enix vraagt aan hun fans. En aan hun kijkers en aan hun fans van de franchise. En mensen leveren er gewoon na en zeggen, is goed, doen we. Weet je, we zetten niks online. Er zijn al, geloof ik, 4, 5 subreddits in de afgelopen paar weken al meteen verwijderd. Maar heel vroeger, ik heb ooit een keer in de retail gewerkt en dat waren beide bedrijven waar games werden verkocht. Mm-hmm. Toen was het zo zelfs dat je gewoon je game wel kon verkopen, maar je kon gewoon niet inloggen. Was dat geen oplossing geweest dan? Nee. Met PC-games was dat anders sowieso vroeger, toch? Hangt ervan af. Kijk, in geval van PC-games, je krijgt naar een code, dan is het zo dat jij die game pas online kan spelen, of in ieder geval pas kan registreren op het moment dat je dat live gaat. In Final Fantasy 7 Remake geval, het is een single player, dus het is geen multiplayer. Dat betekent dus het staat ook gewoon dat fysiek je, op een schijfje. Ja, dus je hebt geen internet, in principe geen internet nodig om die game te spelen. Om te updaten wel, er is nog geen update. Ik had in principe mijn stekker eruit kunnen, mijn internet eruit kunnen trekken. En dan heb je namelijk, wat Final Fantasy 7 heel slim gedaan heeft. Waar ligt die? Kom. Hij is hem nu al kwijt. Nou, Final Fantasy 7 heeft dus 2 discs. Ze hebben de installatiedisc en de speeldisc. De speeldisc zit er nu natuurlijk in. Het zijn gewoon een praktijk hier. Dus je hebt geen internet nodig om die game te kunnen installeren. Hoe lang duurde Red Dead? Red Dead had je dus wel internet nodig om te installeren. Daar gaven ze een installatiedisc bij. Maar Rockstar zei, hey, er is een day one patch van 34,5 gig. Mm. Ik heb zo lang toen zitten wachten, man. Toen ik hem eindelijk kon spelen. Snap ik. Echt absurd. Man. En toen viel het spel ontzettend tegen. Oh, joh. Ik word daar nog steeds boos op. Maar het is nog steeds niet zo erg als Fallout 76. Nee, maar dat was in de beta al duidelijk dat het kut werd. Maar goed, hey, ik moet morgenavond veel te veel over games ouwe horen. Zullen we het ergens anders over hebben? Zullen we het anders over jou hebben? Want je hebt een podcast, toch? Ja, ik heb een podcast over games en gaming. Het is een Moi Gaming podcast. Google het maar even of zo. Facebook het, Instagram het. Of gewoon via podcast dingen natuurlijk. Ja, we hebben al een keer samen gezeten in Eindhoven ergens.
Ja, bij klopt. Een gaming, ik weet even niet meer hoe het ding heette. Het e-sportcenter Eindhoven. Dat was het. Ja. Ik ben alleen even zoeken welke podcast dat was, dan weer een tijd terug zeg. Dat is al even geleden, ja. Holy shit. Ik kan het gewoon niet meer vinden. Ja, ja zeg. Het zal wel ergens tussen staan, mensen. Nummer 52. Ja. 52. Netjes. Ja. Zo, ik ben nog steeds super overbelicht af en toe. Maar dan hangt er, als er een wolkje voorbij komt, dan ben ik best oké qua licht. Maar als er, zeg maar, dat wolkje weg is, dan is het van... Hey, Flits, hallo. Jouw gezicht is nu een maan. Dag, Netflix. Zo. Nou ja, scheelt dat we dit met video opnemen. Hè? Dan kan iedereen ook zien wat er allemaal aan het gebeuren is. Precies, je moet blijven shinen. Zeg eens ja, toch? Zoiets is het. Lekker shinen. Ik ken dat woord niet. Nee, dat weten we. Nou ja. Maar Bart, jij bent lekker aan de wandel geweest. Ja, ik werd de eerste week helemaal gek binnen, man. En toen dacht ik van, ik kan twee dingen doen. Ik kan zeg maar, toen nog tot en met 6 april, dus eigenlijk tot vandaag, zeg maar gewoon binnen gaan zitten. En weten dat ik ook niet kan gaan tennissen, want eigenlijk zou afgelopen weekend het tennisseizoen beginnen. Of ik kan iets gaan doen. En ik woon best wel achteraf in Tilburg. Dus ik kan heel veel kanten op zonder überhaupt mensen tegen te komen. Ik ben gewoon volle bak aan de wandel gegaan hier. Dus ik denk dat ik nou gemiddeld ongeveer 2 tot 3 uur per dag buiten ben, toch wel. Gedeeltelijk. Heb je daar een vaste tijd voor, of is het... Ik probeer wel in de ochtend altijd te gaan. Dat is dan wel redelijk verschillend. En dan in de middag of avond ligt dan ook een beetje aan hoe het thuis... Oh, je gaat twee keer apart? Ja, twee keer dan ongeveer een uur of anderhalf. 1 keer met de hond en dan 1 keer zonder hond. Want ondanks dat ik ontzettend veel van mijn hond hou, kan je niet echt doorlopen met een hond erbij. Die alle takken wil omdraaien en alle graspit wil besnuffelen. En aan iedere plas die ze tegenkomt wil springen. Ik doe het over 2 keer. En dan iedere keer kilometer of 10, 12 of zoiets. Dus dat prima. Muziekje op of een stuk cabaret in de oortjes. En dan gaan. Of een leuke podcast. Ja, je weet man. Ik luister iedere week. Ik denk eens we gaan... Woensdag komt er weer een nieuwe uit. En woensdag mag ik dus niks zeggen over Final Fantasy 7. Ja, het mag wel. Dat je hem hebt en dat je hem gespeeld hebt, dan is het nog fijn, ja, toch? Nee, maar dat mag. Ik mag net zeggen dat ik hem gespeeld heb, dat ik het leuk vind. Mag je geen review? Nee, dat mag nog niet. Want al zouden wij de podcast op donderdag uitbrengen, zou het wel mogen. Dan is namelijk 10 april. Ga je geen uitzondering maken voor Final Fantasy? Nee, ik wil niet zeg maar mensen op mijn boze hand hebben. Vooral niet mensen bij Square Enix. Of bij, maar hoezo donderdag is het 10 april? Want oh, sorry, vrijdag, excuus. Als we vrijdag uitbrengen, zou het wel mogen. Maar kun je dan niet gewoon een extra aflevering opnemen morgen en dan die vrijdag uitbrengen? Nee, ik vertel het volgende week wel. Want dan heb je anders geen content volgende week. Nou, dat wel hoor, dat is het probleem niet. Maar hey, fucking veel wandelen. Ja, ik vind dus wandelen heel kut hier in de buurt. En dat heeft er vooral mee te maken, wij zitten hier vlakbij Philips en bij NXP. En er zijn dus mensen die dus heel de dag lang, voor hun pauze, zeg maar, die gaan dus met 6, 7 man schouder aan schouder wandelen ze hier door het park heen. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, ik woon in de Reeshof in Tilburg. Een meest burgerlijke wijk van Tilburg die je kunt vinden ondertussen. En ik woon net niet bij Dongen, zeg maar. Dus ik heb hier een heel groot kanaal. En daar, dat is echt een soort natuurgebied daar, zeg maar. En ik moet ook zeggen, als ik mensen tegenkom, wat op sommige stukken meer is dan op andere stukken, dan moet ik wel zeggen dat iedereen echt meteen uitwijkt, om het zo maar even te zeggen. Misschien ook omdat ik al vanaf 100 meter sta te schelden. Dus misschien heeft er iets mee te maken. Nee, maar dat valt me echt alles mee. Oplopen! Oplopen, godverdomme! Hey! Ja, maar het is echt wel vreemd hoe mensen omgaan met die 1,5 meter. Want als je dan inderdaad gaat wandelen, dan heb je gewoon een heel breed pad. En dan blijven ze gewoon in het midden lopen. Dus dan hoe je er ook omheen wilt lopen, die 1,5 meter ga je niet halen. Het is echt zo van, als jij nou even 3 passen naar rechts zet en ik 3 passen naar rechts, dan is het geen probleem. Ik sta er ook af en toe in de winkel echt van te kijken hoor. Als je dan een keer boodschappen gaat doen, wat ik nu echt echt verschrikkelijk vind om te doen. Normaal heb ik dan, ga ik eigenlijk bijna elke dag wel even iets halen, weet je wel. En... Maar ik vind het is echt net of je allemaal in de pas loopt, weet je wel. En de ene houdt er heel goed rekening mee en daar ben je heel blij mee. En soms sta je iets langer dan 5 seconden in de koeling te kijken en dan staat er iemand al je al bijna weg te duwen. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Maar vooral dat eerste weekend, man. Ik was echt te afbouwereerd over de schap überhaupt. Dat hamster en dat soort dingen, dat was wel een apart iets, hoor.
Maar wij zijn de 13e maart, zeg ik dat goed? Ja, dus je bedoelt podcast zelf, hè? Wat zei? Ja. Ja, 12 maart hadden wij nog een BFW-cursus. Ja, en daar inderdaad... Ja. Sorry. Rustig aan, Lessie. Maar ik was hier vrijdagavond nog wel om eventueel mensen op te vangen daar. Er kwam natuurlijk helemaal niemand. Maar... Het is bijna een maand geleden al, jongens. Echt ongelooflijk. Ja, het is gewoon 3,5 week nu. We zitten al 3,5 week, zeg maar, thuis. Het gaat hard, hè? En hoe gaat dat met het werk? Ja, aan de ene kant wil ik echt superveel doen. Maar wij weten natuurlijk... Wij weten met z'n drietjes natuurlijk, hè. Wij kunnen heel veel dingen vooruit schuiven. Alleen, ik kan niet nu al dingen vooruit gaan schuiven naar 2022. Dat lijkt me een beetje voorbarig. Ik bedoel, daar zijn we nu wel bijna heen aan het gaan. Want het is zo ver vooruit aan het schuiven, zo ver vooruit aan het plannen, dat we bijna niet anders kunnen. Ik wil best boeken voor 2022, hoor. Geen probleem. Ja, maar, dus heel veel bands en agents willen dat niet. Nee, en terecht. En dat is een probleem. Dus dat soort werk is het gewoon even een laag pitje. Ik ben vooral bezig met een beetje dingen te herschrijven. En contracten en processen wat meer in te duiken. Zeg maar, dingen waar ik normaal niet zoveel tijd voor heb. Weet je wat me wel echt een beetje heeft gefrustreerd de afgelopen tijd? Is dat, nou, ik vind wel dat de hele muziekindustrie wel echt een pluim verdient qua verbroedering, zeg maar. Mm-hmm. Waar ik wel echt alleen van baal, zeker toen die eerste persconferentie was. Nou, iedereen handelde heel snel. En dat je dan toch eigenlijk merkt dat, zeg maar, 95% van iedereen denkt super erg mee. En die andere 5%, dat is echt fucking pain in the ass gewoon, man. Dat je dan ook zegt van, ik ga verder even geen namen noemen, maar die dan eigenlijk, zeg maar, al over 3 weken die verplaatsing willen. En dat je dan aangeeft van, joh, zullen we dat nou wel doen? Hè? Zullen we niet gewoon eens een keer in het najaar kijken? En dat je daar dus dubbel werk aan gaat krijgen nu op de moment. Ja, maar ook mensen die boos worden op het moment dat je zegt van, hey, weet je, wij kunnen deze show niet doen, laten we hem verplaatsen. Dat ze zeggen, ja, maar wij willen eigenlijk zo snel mogelijk. Snappen we, maar dat gaat niet. Wij zitten namelijk het najaar al vol. Daar was namelijk al op gepland. Oh ja. Ja, maar wanneer moeten wij dan? Ja, duurt, we snappen het, weet je wel. Maar we moeten allemaal even aanpassen en even zorgen dat het gewoon werkt op deze manier. Ja, wat me de meeste daarin verbazen, na het feit, kijk, iedereen heeft zijn eigen plan gemaakt. En dat plan is natuurlijk een jaar geleden al ingezet. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat degenen die nu bezig waren met plannen in de knoei komen voor begin 2021. En daar wordt er natuurlijk nog totaal niet naar gekeken, want dat valt nu nog niet op. En wij hebben vanuit Voltan al heel veel shows kunnen verzetten na het najaar. Daar ook al heel veel dingen in stonden. Mm-hmm. En dan krijg je diegene die in het voorjaar als eerste vielen. Die kon nog wel verzet worden. Maar ja, nu is die tweede club erbij gekomen. Yeah. Ja, op een gegeven moment zit het ook gewoon vol. Je kunt niet 7 dagen in de week gaan programmeren om maar iedereen te plezieren. Dat lukt gewoon niet. Nee, en de vraag is ook, hoe kwalitatief goed wordt die show dan op een gegeven moment, snap je? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, dat het wordt nu lekker druk in het najaar. Daar is helemaal niks mis mee. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe het publiek daar gaat reageren als ze dadelijk weer los mogen. Ik heb bijvoorbeeld kaarten voor midden juni, voor Incubus in Utrecht. De vraag is überhaupt of dat doorgaat. En als dat doorgaat, is ook maar de vraag of ik überhaupt ga, weet je wel. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Maar waarom zou je niet gaan? Ja, dat is een goede vraag. De kans is groot dat ik uiteindelijk wel gewoon ga, hoor. Maar Angst. Ja, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen iets hebben van, nou, blijf lekker thuis. Ja, maar als heel veel mensen dat al hebben, dan sta jij lekker rustig daar. Dat is zeker waar. Misschien kan ik dan eindelijk Brennan mooi het proberen te kussen. Ja, maar ook maar wel 1,5 meter afstand, hè? Anders dan... Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Wij hebben er wat minder mee te maken bij Volt. We hebben enkele shows op die manier. Maar die buitenlandse acts moeten ook naar Nederland kunnen. Kijk, Nederland kan dadelijk wel veilig zijn. Mm-hmm. Maar als iemand vanuit de US hierheen moet vliegen, ja, als dat al niet mag, dan houdt die show meteen op. Op het moment dat iemand uit Spanje moet reizen, heb je met Spanje te maken, met Frankrijk te maken, met België te maken en met Nederland te maken. Yep. De vraag is, hoe gaat ieder land daar individueel mee om? Ik vind zelf dat... Niemand gaat tegelijk. Nee, precies. Maar ook het feit dat Glastonbury bijvoorbeeld al toch wel het festival der festivals in mijn optiek, dat die al de stekker uit heeft getrokken, dat zegt heel wat, weet je wel. Ja, ja, maar nou ja, dat is nu ook weer een beetje. Het is niet altijd makkelijk is om het te doen, maar... Ja. Kijk, je gaat natuurlijk nu krijgen dat het als eind juni bijvoorbeeld festivals doorgaan, want zodra het weer mag, wil je dan meteen met 10, 20, 30.000 man op één hoop zitten.
Ja, maar dat gaat het gewoon niet zijn. Het gaat gewoon klein beginnen. Maar als je dan nu kijkt, vandaag stond dan in de Standaard in België, Tomorrowland en Rockwechter worden gewoon waarschijnlijk geannuleerd, omdat de gemeente er dadelijk gewoon geen go op geeft. Dus ja, dan kun je daar vanuit de nationale overheid wel zeggen, hey, we mogen in ieder geval weer beginnen. Maar dat gaat nooit gewoon met digitale zijn. Maar zal de overheid ook daar de festivals niet een beetje in bescherming nemen en het gewoon de keuze voor hun maken uiteindelijk? Dat mag toch hopen. Alleen, hoe lang ga je dat trekken? Ga je gewoon nu zeggen wat ze nu hebben gedaan, wat voor ons als bevrijdingsfestival heel handig is geweest, tot en met 1 juni, waar gewoon een aantal voorjaarsfestivals in zaten, zal ik het zo noemen. Mm-hmm. Maar van juni, juli en augustus, dat zijn zomerfestivals, ga je dan juni cancelen en juli door laten gaan en dan merken dat het toch niet zo goed loopt en dan augustus weer cancelen? Dat is toch ook geen optie, lijkt me. Ja, en sowieso, wat ik al zeg, ik denk dat de... Kijk, je hebt nu in Nederland natuurlijk aan het VNPF, die zou je in andere landen ook vast hebben. Eigenlijk zou die allemaal de koppen bij elkaar moeten doen. Want als je bijvoorbeeld kijkt, Anderson Paak, Deftones, dat zijn allemaal Pinkpop, weet je wel. Die gaan echt niet alleen naar Europa van Nederland. Ik neem aan dat die ook in Spanje en in België dat soort dingen spelen. Mm-hmm. Ze gaan niet voor, als ze normaal 10 shows hadden, gaan ze niet nu voor 3 shows alsnog naar Europa, denk ik. Nee, dan wordt het cancelen wordt dan gewoon interessanter. Ja. Ook budget-wise, zeg maar. En wordt er überhaupt gevlogen dan al? Dat is ook de vraag natuurlijk, hè? Waarschijnlijk niet. En zeker niet met de nieuwe cijfers van Trump. Dan wordt het nog heel lastig, denk ik. Ja. En dan misschien kun je eerst binnenlandse vluchten doen. Hè? Dan kunnen de Coachella's en zo wel doorgaan. Maar die zijn niet zo afhankelijk van de allergrootste buitenlandse bands. Maar ja, ik zou ook als festival kunnen zeggen, we gaan alleen maar met Nederlandse bands staan. Dat kan, maar ja, hoeveel publiek trek je dan? Ja, dat is nu ook een beetje, dat vind ik wel interessant ook nu, al die oproepen naar Nederlandse radiostations om alleen maar Nederlandse artiesten te gaan draaien. Ja, maar dan weet je ook welke Nederlandse artiesten gedraaid gaan worden. Het is een beetje zo'n eigen volk eerst mentaliteit waar ik een beetje mistig van word, eerlijk gezegd, man. Tuurlijk. Ja, maar dit zijn toch het is minimaal dat gedaan wordt. Nee, maar kijk, tuurlijk. Er gaat geen enkel radiostation buiten Radio Hollandia of 100.nl. Mensen gaan er echt verder niet aan voldoen. Weet je. Nou ja, ze hebben vandaag wel gezegd dat ze tijdens Koningsdag dat willen doen met een aantal partijen. Sure. En dat is natuurlijk een heel leuk iets. Alleen dan heb je het over, en dan moet ik even snel erbij klikken. Kink, NPO Radio, 100.nl, Slam, Radio 10, Sky, Veronica en Q-Music. 100% dus NL draait altijd Nederlandstalige muziek, jongens. Dat is niks nieuws. Dus die doen makkelijk mee. Mens, ik ben een voorstander. Jullie weten ook, we hebben allemaal een warm hart voor de Nederlandse muziek zien. En daar gaat ook niks aan veranderen. Alleen, ik neem aan dat de radiostation wil ook gewoon zijn doelgroep behouden, toch? Als het alleen maar is tijdens Koningsdag, vak me prima, joh. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik vraag me ook af überhaupt wie daar zin in heeft om de hele dag alleen maar naar Benz het Eikvijver te luisteren. Maar dan ga je 3 keer My Baby horen en dan krijg je bij Q-Music krijg je dan een tientje ongeveer per track. Nou, dan zijn die 30 euro opgeschoten. De BIMA eraf, de belasting eraf en dan hou je nog 5 euro. Weet je, dat... Kijk, natuurlijk, het signaal is mooi, hè, en dat heb ik niks mis mee. Maar koop een plaatje of zo, weet je, of een shirtje of iets in de richting. Daar heb je volgens mij veel meer aan het einde van de dag. Ja, weet je, ik ben het ergens met jullie eens en ergens denken van, joh, het is 1 dag, stel je niet zo aan. Nee, het is fucking 1 dag. Alleen maar Nederlandse artiesten en Nederlandse bands. Who gives a shit, man? Normaal is op Koningsdag niemand thuis. Niemand luistert normaal naar de radio. Dus laat ze gewoon lekker doen. Dus je gaat echt niemand wakker van liggen. En nee, niemand gaat er iets van merken. Dat je nu al weet dat hier heel veel bands niet worden ingesloten. Het gaat geen heel divers radioaanbod worden. Weet je niet. Ik bedoel, als je 100% NL, weet je al welke nummers ze gaan draaien. Dat is gewoon tuurlijk. Maar daarom, als alle radiostations binnen Nederland alleen maar Nederlandse artiesten gaan draaien, dan ga je toch gewoon je eigen poeltje. En dan gaat Kink FM toch een beetje de alternatieve opkomende bands draaien. Dan gaat 3FM toch een beetje de iets grotere alternatieve bands draaien. Dus niet tussen, ik noem maar wat. Hè. Ik doe, ik begot om niet welke radioprogramma's te meedoen. Ja, tenzij onder NPO Radio dat valt, maar ja... Je gaat er gewoon je eigen dingetje doen. Kink FM gaat gewoon juist een beetje de kleine bandjes helpen. Een beetje airtime geven. Dat weet je dat ze dat doen.
Ze gaan echt niet elk uur drie keer Kensington draaien, vier keer Kita Minari en drie keer dat soort shit. Weet je, bedoel, ja. Ze gaan echt wel variëren daarin. Ben maar niet bang. En ook al doen ze dat niet, het is één fucking dag, mensen. Nee, maak je ze zorgen over het feit dat ze... maak je gewoon zorgen, vooral zorgen over mensen die gewoon naar buiten gaan en handen niet wassen en hun gezicht aanraken en shit. Dat is op dit moment veel belangrijker. Hoe gives a fuck over radiostations? We maken ons denk ik niet druk om. En ik had niet gelezen van één dag. Ik had echt gelezen dat het wat langer campagne moest gaan worden. Maar wat ik meer bedoel te zeggen is van, oké, natuurlijk zijn het te gekke Nederlandse bands, hè, begrijp ik niet verkeerd. Maar volgens mij zijn er nog steeds te gekke bands uit Duitsland en uit België. En die volgens mij ook wel een steuntje in de rug verdienen op dit moment. Ja, dat moeten ze dat bij Duitse radiostations doen. Ja, maar het is toch gewoon complete waanzin dat mensen hier, dat mensen over één dag alleen maar Nederlandse artiesten op de radio moeilijk kunnen doen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om een keer wat nieuwe Nederlandse dingen te ontdekken. Er zijn zeggen nu dingen die ik niet ken. Ga je nou heel dag zitten luisteren of ze jou draaien? Nee, natuurlijk niet, want ik luister geen radio. Dus ik maak me helemaal geen zorgen over. Hij ziet dat straks in die playlist gewoon zo één keer voorbij komen op een of andere 100% NL-zender. Weet je, ik log gewoon over een maandje of twee log ik in mijn Sena. En dan zie ik wel waar het geld vandaan komt. Als het goed is, kunt u precies zien waar mijn plays vandaan komen. Dus... Hoi. Kom op met die 5,5 euro, hè? Hey. Ja, nee, maar je, dat gewoon lekker doen, joh. Prima. Ik bedoel, het is goed om... Er wordt 1 miljard tegenaan gesmeten om ondernemingen en ZZP'ers te helpen. Maar niemand zegt tegen een muzikant van... Hey, hoe gaat het met jouw shows deze maand eigenlijk, of deze maanden? Niemand die daar zijn mel over trekt, weet je wel. Dus er zat muzikanten die nou fucking van geld mislopen... omdat ze dus niet kunnen spelen, niet mogen spelen. Maar die krijgen geen centen, want 9 van de 10 keer zijn het helemaal geen ZZP'ers. 9 van de 10 keer zijn er mensen die met garageverklaringen werken... voor het onkostenvergoeding of wat dan ook, weet je. Dat is in ieder geval een boterham kunnen eten aan het eind van de maand. Of de backstage koelkast leegtrekken zoals ze hun eigen koelkast vol kunnen stouwen. Weet je, die mensen hebben daar ook honger. Die mensen hebben daar ook gewoon hulp nodig. Maar niemand trekt daar zijn mel over open. Het gaat over de ZZP'ers, de kapsters, de tatoeëerders. Oh, dus de mensen die, zoals wij, weet je wel. Het gaat over mensen die dus thuis zitten, die dus niet kunnen werken. Maar iedereen houdt zijn fucking mel over muzikanten. En dan doet de keer Nelson Radio iets goed voor de muzikanten. Gaan we ze nog lopen janken. Goed. Zo de biet erop, joh. Het voorstander van supporten waar kan, hè. Ik heb ook de laatste weken lang dat ik zoveel platen heb gekocht. Maar wat ik op neer bedoel te zeggen, nogmaals, ik wist niet dat het over één dag ging, moet ik erbij zeggen. Bij mij was de veronderstelling dat het over langere termijn ging, eigenlijk de hele periode. En dan denk ik wel van, moeten we alleen Nederland helpen? Of zouden we ook, zeg maar, Bold Ruin, waar Sharik veel naar luistert, kunnen helpen, weet je wel? Dat is een Belgische band, toch? Ja. Dat is een Belgische band, zei je toch? Ja, Belgisch. Ja, die kunnen we ook gewoon helpen. Ja, precies. Ja. En dat is wat ik bedoel te zeggen, weet je wel. Ik bedoel... Maar die kunnen ook gewoon naar een Belgische overheid een keer een middelvinger opsteken en zeggen, wij willen knaken. Ja, daar zit geen overheid, hè. Dat is een beetje lastig, hè. Er zit geen regering. Nee, dus, dat is waar. Er zit één grote puinzooi daar. Hoe lang is er al geen regering meer? Hoeveel dagen? 1200 zoveel of zo? Er zal vast een website voor zijn die dat heel netjes bijhoudt. Ja, door zichzelf. Hoeveel dagen heeft België geen regering? Eens even kijken. Nou, komt hier. We nemen dit op 6 april. Ik ga even zoeken, hoor. Oh, het duurt te lang. De langste was 541 dagen en ik weet niet of dat nu is. Nog minder, volgens mij. Op 17 februari was het 435 dagen. Ja. Dus ze zijn er nog niet. Ze kunnen nog hun eigen record breken. Ja? Wie weet dat dat lukt. Maar zo'n crisis brengt natuurlijk ook mensen bij elkaar, zoals jullie net ook al zeiden. Het gaat natuurlijk over, als je het over de muziekindustrie hebt, iedereen verbroedert daar wel op enige manier in. Als het dan gaat over shows verzetten of releases die wat uitgesteld moeten of kunnen worden. Ja. Iedereen is een beetje aan livestreamen. Of een beetje, soms ook wel heel, heel erg veel, moet ik zeggen. Holy shit, hoeveel... bands en venues en festivals allemaal reruns doen of nieuwe shows aan het spelen zijn, livestreams aan het doen zijn. Vorige week natuurlijk zelf gedaan met Marcel Herr Achterveld. Mm-hmm. Er komt ook een online presence opeens van bands die er normaal gesproken nooit zouden zijn, zeg maar. Ja, ja. Even naar dit elke dag, toch? Zag ik. Ja, dus ja, het is vanuit de andere studio, maar ze doen het in FNA, toch? Ja. Met die sessies. De isolation sessions. Ja. Sessions.
Dat is elke dag tot en met 31 mei, 6:30. Positief iets. Kan je dan ook doneren of niet? Dat vroeg ik mij af. Weet ik niet. Want we hadden net over, wat je ook al zei, dat er veel bands nu zijn die niet kunnen spelen. Maar die ook niet staan ingeschreven als ZZP'er of wat dan ook, überhaupt. Ja. Wel, wat zouden ze moeten doen? Dat vraag ik me dan ook af, weet je wel. Werk zoeken. Weet je, leuke klootzakken. Ik ken gewoon bij de draaien werken. Nou ja, maar dat is even zonder gein. Ik bedoel, ik zie heel veel muzikanten en vrienden en mensen die in de biz zitten, zeg maar. Gewoon als technieker en stagehand, stage manager, front of house, motorman, lichtman, allemaal. Is dan achter een vuilniswagen of in de supermarkt of bij de blokker of wat dan ook. Weet je, die mensen moeten wat. Maar het zou mooi zijn als we die kunnen steunen. Maar ja, dat zal niet meevallen. Nee, precies. Maar ik vraag me dan ook af van... Dus misschien een beetje advocaat van duivel, hoor. Ik bedoel, ik heb altijd alle bands waarmee ik heb gewerkt altijd meteen op het hart gedrukt van, joh, schrijf je in. Ik geloof niet dat iemand jou ooit serieus kan nemen als advocaat, maar ga verder. Ja. Probeer het nog eens een keer, Bart. Ja, probeer opnieuw. Het. Laat maar. Gewoon nou, die zet opnieuw. Goed, waar we het dan over kunnen hebben. Dus, nee, zeg maar, doe maar. Maar iedereen die ik ken staat wel ingeschreven als eenmanszaak of wat dan ook, weet je wel. Maar inderdaad... Ja, maar wat krijgen die? 1.000 euro of 4.000 euro en dan moet je het mee doen. Nee, ZZP'ers krijgen 1.050 netto per maand. Ja. Mits dat, zeg maar, overeenkomt met wat inkomen ze hebben. En als ze ander inkomen hebben, moet dat nog vanaf. Dus ik ben ZZP'er. Ja, ik maar ook. Maar ik krijg dat niet, want ik heb geen inkomen. Ja. Same here. Dus. Maar ja, extra 1.000 euro, kom maar op, hoor. Ik heb gewoon een nieuw beeldscherm nodig. En vooral een webcam volgens mij, maar oké. Okay. Mijn webcam is prima. Ik heb een tuin op het zuiden en mijn raam zit op het zuiden. Dus ik heb een heel mooi uitzicht. Het is goed, Les. Ik heb een uitzicht op mijn tuin en dat is fucking chill. Maar ik heb ook heel veel zon in mijn muil. Ja? Ja, ik heb gewoon mijn rollen hier dicht, want anders zie je ook helemaal niks meer, denk ik. Fuck jullie. Er is helemaal niks meer. Tering, ja, maar. Jank. Zit er uit, is heel hard aan luisteren wat we zijn. Maar maakt niet uit. Maar wat ben jij nu allemaal doen als Chirik? Vooral proberen om niet te veel te werken. Maar dat lukt niet echt. Ik bedoel, het is... in zoverre, het is geluk. Ik heb zaterdag 5,5 uur gewandeld. Dus op zich is dat wel gelukt, moet ik zeggen. En gisteren drie films gekeken, volgens mij. Netjes. Twee Marvels en nog iets, volgens mij. Dus ja. Ja, ik heb wel een beetje rust gehad. Maar ja, het is natuurlijk zo met werktijdverkorting, zeg maar. Is het wel heel moeilijk inschalen, inderdaad, van hoe je dan goed uitkomt met je werk. En dan hebben wij nog een aantal projecten lopen die dan toch wel weer af moeten ergens. Of toch wel iets mee gedaan worden. En iedereen werkt zijn eigen uren. Dus dan krijg je maandagavond een berichtje. En dan krijg je zondagochtend een berichtje. En dan krijg je, wanneer je wel aan het werk bent, een berichtje. En dan ja, is het ook wel, wanneer verwachten mensen reactie terug en wanneer niet. Ik moet wel zeggen dat mijn mailbox echt extreem rustig is op dit moment. Ja, jij krijgt al die homegrown mailtjes niet natuurlijk. Oh ja. Ja, dat komt allemaal bij mij binnen. Ik bedoel, er is weer een nieuw berichtje binnen. Geen enkel probleem, mensen. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die gewoon doorlopen en een aantal dingen die gewoon klaar moeten zijn op een gegeven moment. Want we hebben natuurlijk vanuit, en we hebben het al over Volt, maar ja, dat is omdat we daar werken, die Volt Corona playlist. En dan moet dat artwork wel voor gemaakt worden. En ik merkte gewoon dat best veel werk was, omdat je een 3 versies wilt hebben. Dan moet er geüpload worden. Nou heb ik gelukkig één standaard tekst, dus dan is dat redelijk snel. Maar dat artwork maken duurt dan ook weer lastig. En ik heb nu al die foto's erbij gezocht. Dat duurde langs, maar allemaal van die crappy kwaliteit dingetjes. Dus laten we het vooral niet printen. En ja, ik kan me wel bezighouden, zeg maar. En bezig blijven. En ik moet nog een paar clips editen en dat soort dingen. Dus dat soort dingen blijven wel gewoon doorgaan. Maar dan vul je wel aardig je dag mee. En ik probeer gewoon iedere dag in ieder geval ook even te gaan wandelen. Of in ieder geval buiten te rennen of iets te doen. En dan op een gegeven moment is het 6 uur of 7 uur. En dan wil ik ook wel redelijk klaar zijn met de dag. En dat is de tijd die ik nu gewonnen heb, zeg maar. Hebben jullie dan niet dat je op het begin wel echt helemaal even moest ontaarden? Ik had dat heel erg in ieder geval. Onze werkweek waren natuurlijk af en toe echt om te janken, om het zo maar even te zeggen. En dat je dan die eerste week echt zo thuis zit. Oké, het is half acht.
Ja, maar bij mij was natuurlijk de eerste week al meteen heel erg anders vanuit privéomstandigheid. Ja. Dus dat, dat werd meteen allemaal heel erg vreemd en anders ingedeeld dan verwacht. En ik heb eigenlijk die hele rollercoaster tot en met dus afgelopen weekend gehad. Dus daarom dat ik ook dit weekend zoiets had van ik moet gewoon even geen werk hebben en geen andere dingen aan doen zijn. Want zeker met het feit dat dit nog sowieso een maand gaat duren, op zijn minst. Ja. Ja, mijn vriendin zei afgelopen weekend sinds wanneer ben je een ochtendmens. Dus dat echt mijn... Painful. Ja, maar ja, goed. Dus ik moet wel zeggen dat ik neem de tijd wel echt in positieve zin om echt even helemaal rustig te houden, man. Ik heb natuurlijk echt heel roerig afgelopen half jaar gehad, laat ik eerlijk zijn. Veel gewerkt, veel avonden, nachten, noem het maar op. Maar denken jullie al na voor de tijd na deze crisis? Weet je wat het een beetje is? Ik vind het lastig, want je wil, aan de ene kant wil je niet te veel tijd verdoen aan inplannen wat misschien helemaal geen nut heeft. En aan de andere kant wil je zeg maar ook dadelijk niet in één keer met de neus in de hysterie vallen, om het zo maar te zeggen. Want ik denk wel, als het dadelijk eenmaal losgaat, zeg maar, dan gaan wij natuurlijk wel daar de vruchten van plukken, hopelijk. Met drukke zalen en veel mensen die willen gaan drinken en dat soort dingetjes. Maar het voelt nog zo ver weg allemaal of zo. Nou ja, het is ver weg. Ik ben vooral bang dat de mensen daar gewoon een overdaad krijgen in allerlei shows en evenementen. Dus dat mensen denken, oké, het is vandaag vrijdagavond, we kunnen naar 27 shows doen in de regio. En daar ben ik een beetje bang voor, dat er te veel te doen is. Was dat niet nu ook al? Nee. We hebben natuurlijk op een gegeven moment een hele erge grow gehad in festivals, ja, maar in Nederland. Alles is nou opgeschoven naar het najaar, overal. En dat is in Eindhoven zo, dat is in Sittard, dat is in Roermond, dat is in Venlo, dat is in Weert, dat is in Maastricht. Overal in de regio, of het nou binnen een half uur is, binnen een kwartier, wat dan ook. Alles is verschoven naar het najaar. En sommige dingen zijn gecanceld, maar er is echt heel veel verschoven. En die tickets, ja, die zijn denk ik op andere datum geldig, waar je misschien, weet ik wel, een weekendje wegging of wat dan ook, weet je wel. Ja. Ja. Ik denk, het scheelt natuurlijk heel veel dat het best wel ver verschoven is, vaak nog over de zomer heen. Dus dan heb je nog enigszins een voordeel dat mensen ze vrij kunnen houden. Of dat hun hele vakanties zijn verschoven, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, I don't know, man. Ik denk niet dat de zalen overlopen straks. Ik denk dat het juist een beetje... Goh, we gaan vanavond eens heen wordt. Ja, ik denk wel dat een no-show van al verkochte tickets... dat die wel echt omhoog zal gaan. Dus dat je op papier uitgekocht bent, zeg maar. En dat je dan toch denkt van... nou, hier hadden echt nog wel 100 mensen bij gekund. Zo. Ja, ja, zeker. Vooral bij die dansfeesten, denk ik. Ja, dat zal zeker. Ik denk dat was gewoon wel gaan merken. Ik ben gewoon vooral benieuwd wat het allemaal gaat doen. Ja. Ja, ik denk dat het ook heel erg veel mee te maken heeft wanneer nou zeg maar die lockdown wordt afgeschaft. Ik denk als wij nu zeg maar, als we nu gaan zeggen van oké, 1 juni, dat is het, weet je wel. En daarna gaan we weer. Dan denk ik dat de eerste paar maanden heel erg zwaar zullen gaan zijn. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen dat je dan vanaf de herfst ongeveer dat het dan gewoon weer moet gaan aantrekken. Maar stel het is 1 juni, hè, wat een hele mooie dag is, want het is een maandag en het is tweede Pinksterdag en zo. Dat betekent dat voor de meeste popzalen het best oké uitkomt. Want dan betekent dat het eigenlijk de rustigere periode wordt ingezet met de zomervakantie. En tot mensen ook weer kunnen wennen aan het feit dat ze misschien wat vaker in groepen aanwezig gaan zijn. En dan heb ik het puur over de popzalen en niet over de festivals, want dat is een heel ander pakje aan natuurlijk. Maar dat betekent eigenlijk dat je 2,5 maand de tijd hebt als mensheid, als inwoners van Nederland, om weer een beetje te wennen aan dat groepsgevoel en weer samen in één locatie zijn. En dan komt dat najaarsgedeelte eraan, waar dan ja, ieder weekend wel iets te doen is. Ja. Ik ben alleen benieuwd wel, ook al hoe je merkt aan de zalen altijd, denk ik wel, dat je hebt altijd wel een soort van opstartperiode nodig, weet je, om een beetje weer erin te komen. En dat iedereen weer een keer op elkaar lekker in is gewerkt, dat soort dingen. Dat die tijd heb je natuurlijk niet echt als popzaal zijnde, weet je wel. Maar dat heb je het over de vrijwilligers en de medewerkers, niet over de bezoekers. We gaan dadelijk... hopelijk over een maand of wat kunnen we misschien weer naar het kantoor. Nou, zal de eerste paar dagen zal het vooral er nog bijgekletst worden en dat soort dingen, denk ik. Boos worden op elkaar, we elkaar weer eens een keer zien. Kijk, gezellig met jullie.
Ja, nou wel zin om met jullie op kantoor te zitten. Super leuk. Heel veel zin in. Dat enthousiasme ook, hè. Dat enthousiasme. Ja. Maar die, kijk, daarna gaat de zomervakantie natuurlijk gewoon allemaal door. Of in ieder geval de verlof aanvragen en soort dingen. Dus daar zit je daar. Is dat zo? Juni, ja, natuurlijk. We gaan gewoon zomer. Ja, maar is dat ook zo? Ja, maar ik heb mijn vakantie nog niet ingevuld, maar dat is even privé. Maar op het moment dat dat... stel, de lockdown gaat verder. Komen dan niet de verloven te vervallen? Ja. Het mag officieel gezien niet, toch? Ja, en als je verlof aangevraagd hebt, dan geloof ik dat verlof komt te vervallen op het moment dat er een dusdanige crisis is waarbij je een werktijdvermindering krijgt. Of in ieder geval, dan vervalt de helft maar, want je hebt werktijdvermindering. Ja. Maar, lijkt me. Wat ik in ieder geval bedoel te zeggen is dat dadelijk wel, zeg maar, het eerste weekend van september gaan wij natuurlijk weer beginnen. Dat gaat wel wennen worden, dat is wat ik meer bedoel te zeggen, na zoveel maanden. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Uiteindelijk wel goed, denk ik. Alleen het zal wel onwennig worden, denk ik. Ja. Dat zal zeker, maar ik denk niet dat dat slecht is of zo. Dat het wel even leuk wordt. We hebben op kantoor lekker awkward allemaal. Wat moeten we ook weer doen? En hoe zit het ook alweer? Ik ben vooral weer psyched om met de trein te gaan. Hè, waar ik normaal helemaal niet psyched over ben. Dan denk ik, oh man, ik wil gewoon met de trein. Ik wil gewoon lekker met de trein reizen. Ik wil gewoon instappen en ergens kunnen zitten. En mensen ontwijken en vermijden. Wacht. Ja, dat is... Ja. Klinkt ongeveer hetzelfde wat je dit weekend zou kunnen doen. Ja, dat is wat ik de afgelopen tijd doe. Want ik kom dus heel weinig echt buiten. Jullie wandelen best. Ik ga gewoon even het onderwerp een beetje veranderen. Want iedereen is wel een beetje beus over het gejank over de muziekindustrie. Maar ik kom dus buiten in mijn tuin. Ik heb de tuin een beetje tuin op aan het ruimen en schoon aan het maken en zo. Dus dat geeft ook aardig wat beweging in. Maar als ik hier dus naar buiten kom, hè, en ik loop hier op een gemiddelde... Het is vandaag maandag. Maandagmiddag loop ik hier in het park in. Dan ziet mijn wijk eruit alsof er een marathon georganiseerd is voor mensen zonder richtingsgevoel. Zonder richtingsgevoel. Want mensen lopen echt links, rechts, overal heen. Het zijn fucking veel mensen die in één keer denken bij zichzelf. Hey, ik heb nog renschoenen staan en een sportpakje. Laten we lekker lopen. En ik word er echt zo grijnig van. En ook mensen die dus met hele groepen gaan lunchen, weet je wel. Die moeten dan door blijven werken vanwege Philips, waarschijnlijk vanwege de Philips Medicare en zo. En die zitten dan, die lopen dan met z'n allen lekker door het park heen en gaan lekker op een bankje zitten met 7-8 man. Dat is overdreven, met 3-4 man. Lekker op een bankje zitten, lekker zitten lunchen. En dan loop je er voorbij en probeer je met een boog omheen te lopen. Dat lukt dan allemaal niet. Ik denk, fuck off. En mijn achterburen hadden dus... hebben dus de afgelopen 2 weken minstens 5 feestjes gehad. Die gewoon hoe dan? Druk waren. Hoe? Ja, mensen, waarom? Weet ik niet. En ze zitten zaten een paar dagen terug zaten ze met 7 mannen in een fucking jacuzzi in de tuin. Ja. Ja, dus ja, die, dat zijn echt van die fucking eigenheimers, jongen. Daar kan je helemaal niks mee. Zo, nee, fuck iedereen. Ik ga gewoon lekker in de tuin zitten. Doei. Ja, en, je mag in de tuin zitten, gewoon lekker alleen. Ja, maar met allerlei bezoek. Dus ik... Het is gewoon een heel groot gezin. Nee, zeker want niet. Dat mag dan weer wel. Nee, zeker niet. Dat is geen groot gezin. op te splitsen. Ja. Ja, het is wel... Ja, het is vooral storend van op het moment dat jij... wat Bart en ik dan wel doen, hè, buiten komen. Ja. En een rondje lopen. Dat je dan denkt van, ja, je houdt je dan wel netjes aan de regels. Ja. Maar anderen niet. En het enige wat gevraagd wordt is, hou je even aan die regels. Je kunt nog steeds naar buiten, je kunt nog steeds je boodschappen doen. Je kunt gewoon freaking nog zelfs gaan winkelen, zonder dat echt heel noodzakelijk is. Ja. En het enige wat gevraagd wordt, doe even nadenken. Ja, doe gewoon even niet als het niet nodig is. Nee, ik ga wel eens in de supermarkt lopen. Ik wandel nog maar in de supermarkt toe. Maar dan ben ik binnen 5 minuten al zo chagrijnig op iedereen om me heen, dat ik gewoon weg wil, weet je wel. Ja, ja, het is ook gewoon, je voelt... Maar je voelt jezelf ook bijna schuldig, zeg maar, als je denkt van, wacht, is het wel 1,5 meter überhaupt, weet je wel. En dat je dan ook in de winkel ook denkt van, ga ik hier echt ongemakkelijk 10 minuten staan wachten tot jij een klein beetje aan de kant bent? Want dat vind ik, dat moet ik ook wel zeggen hoor, dat in de winkel is gewoon een soort ballet geworden, lijkt het wel. Weet je niet? Ja. Het is echt ongelooflijk. Ja, zeker. En het is echt, en dan, waar ik me dan wel echt mega aan erger, er komen steeds mensen elkaar tegen in de winkel en die gaan dan gewoon pontificaal gewoon in dat gangpad staan kletsen. Ja. En dan, ik werd van de week heel boos aangekeken omdat ik de spoor niet meer aangekomen. Zou ik een tijdslimiet op moeten komen of zo? Als je in de winkel komt, weet je hebt 7 minuten en dan moet je bij de kassa staan. Weet je, iets in die trend.
Lang hoeft het ook niet te duren, mensen. Je weet wat je wilt, dat kun je van tevoren opzoeken. Anders gaat je alarm af. Ik ga iedereen super hard naar je kijken. Zo van, ja, ja, je moet eruit. Tijd is op. Ja, gewoon iets in die trend of zo. Ik weet het niet. Maar... Het meest asociale wat ik mensen heb zien doen tijdens deze fucking quarantaine, is je mag per één persoon per karretje naar binnen. Right? Dan zijn er dus mensen die met z'n drieën komen, pakken alle drie een karretje, lopen met drie karretjes naar binnen, flikkeren twee karretjes aan de kant, gaan met z'n drie boodschappers aan doen. Nee, dat meen je niet. Dan ben je af. Dan mag je gewoon van mij niet meer meedoen. Dan ben je af. Dan mag je gewoon in quarantaine blijven zitten. Maar op het moment dat een fucking enkel band die stroom afgeeft. Je bent af. Je hebt een rode kaart. Afgelopen, je met de zwarte schakel. Tot ziens. Kunnen we ook de mensen bij tellen, de jongeren die alleen voor een blikje Bullet Energy drank en een frikandelbroodje naar binnen gaan? Mogen die mensen ook? Die zijn ook af. Ja, precies. Maar dat waren ze van tevoren ook al, toch? Die waren al af. Dus ja, op zich, ja, daar is niks heel nieuws inderdaad. Die zijn gewoon af. Blijven af. Afblijven. Wanneer je een frikandelbroodje in een stukje potgrond doet en een klein beetje Bullet Energy drinken overheen krijgt, krijg je een VMBO-leerling met de naam Melvin. Melvin! Oei. Zo. Niks tegen Melvin, jongen. Nee. Fuck. Ik heb hem ook niet zelf bedacht, moet ik erbij zeggen. Melvin is, zou ik ook zeggen. Melvin is fucking chill en hij verkoopt gewoon nitraten voor heel weinig, hè? Wat verkoopt hij? Nitraten? Moet je. Moet je. Ik heb Gucci handtasjes voor 10 euro. Een Gucci. God. Oh, en die ga je dan weer op straat kopen met minder dan 1,5 meter afstand zeker. Ja. Uh-huh. Top idee. Van die zwemstokken, weet je wel, waar je de kinderen mee uit het water kan. In die haken. Ja. Zo'n bad eentjes tijdens zo'n kermisattractie. Ding. Ja. Of zo'n grote net, weet je. Zoals je altijd een Bugs Bunny tegen films had en zo. Zijn vlinder net een heel groot. Ja. Nee, maar ik zie dus best wel veel groep jongeren ook nog lekker gezellig met z'n allen over straat lopen. Zie je ook de politie nu echt. Ik heb nog nooit zoveel politie rond zien rijden als daarvoor. We hebben hier vlak bij de basisschool. Waar dan s'avonds ook echt gewoon. Nou, ik denk wel een groep van 20 jongens af te zitten. Ja, dat was vorige week was hier in Eindhoven. Hadden dus twee jongens, eentje van 12 en eentje van 14. Die hadden een boete gekregen van €400 per persoon. Omdat ze dus buiten waren met z'n tweetjes niet genoeg afstand hielden. En die ouders waren natuurlijk allemaal outraged. Maar ja, andere kant, je kent de regels. Dit is voor je eigen veiligheid. En ook voor die veiligheid van anderen. Je weet dat die boetes erop staan. Doe daar gewoon niet. Dus ja, hadden ze geen waarschuwing kunnen geven? Iedereen heeft die waarschuwing al meerdere malen gehad, mensen. Nee. Ja, maar toch gingen er nog steeds mensen naar de Efteling, zag ik. Je dus op zich. Je bent af. Ja, dat bedoel ik. Maar mensen gingen nog steeds daarheen rijden om binnen te kunnen. Tot je echt denkt, what the fuck, mensen. Die mensen zijn ook af. hoe duidelijk moet je het hebben? Ja, dan kun je ze beter naar het land van ooit sturen. Dat, Het is ook heel grappig dat je nu heel goed merkt, zeg maar. En dus met tennis, laat ik eerlijk zijn. Ik baal echt super erg dat tenniscompetitie nu is gestart. Maar, ja, ik ook. Er zijn belangrijke dingen, weet je wel. En dan de KNLTB is dan zeg maar van tennis. En die zet dan helemaal een statement online van... Ja, we doen er echt alles aan om door te laten gaan op een ander tijdstip. Dat mensen gewoon helemaal gek worden. En zeggen van... Ja, what the fuck? Wij tennissen toch niet hand in hand? En dan denk ik van... Oké, jongens. You're missing the point here. Dus dat mensen blijven toch uiteindelijk voor zichzelf kiezen. Ja, dat is. Dat doen ze. Als jullie al niet gaan sporten buiten het gamen, mm-hmm. Hoe zit het met jullie tv-kijkgedrag? Ik heb inmiddels The Office uitgekeken. Jack Ryan heb ik afgekeken. The Boys heb ik afgekeken. Brooklyn Nine-Nine heb ik nog een keer opnieuw aangezet. Boom! Ja, en ik heb zelfs een nieuwe aflevering van Brooklyn Nine-Nine gekeken. Dus ik heb seizoen 6 en een half weken 7 gedownload. Want ik kon niet wachten en ik verveel mezelf de pestpleuris. Zo, mijn gordijn waait even open. En dat is wat ik vooral gedaan heb. Ik moet zeggen dat de tv kijkt bij mij wel mee. Want ik ben wel weer aan Fargo begonnen. Ja, ik had seizoen 1 helemaal afgekeken. Ik ben ooit aan seizoen 2 begonnen. Ben ik eigenlijk halverwege toen afgehaakt. Ik weet niet waarom. Maar ik ben daar weer aan begonnen. En ik ben weer aan het lezen. Eigenlijk heel veel. Ja, ik lees vooral... De ontiteling. En beschrijvingen. Nee. Instructieboekjes. Ik ben wel meer aan het lezen, dat wel. Ja, echt?
Ik kan me nog steeds niet aan toezetten. Dat lukt nog steeds niet. Ik heb hier, zeg maar, hier zo achter mij heb ik een heel kast staan met allerlei nerdy shit hierboven. Maar hier zijn heel veel boeken in. Heel veel boeken die ik al gelezen heb en heel veel boeken die ik nog niet gelezen heb. Lezen. Ook boeken die ik dus opnieuw aan het lezen ben. Dus ik ben nu Ready Player One, ben ik opnieuw aan het lezen. Dan een gamebook. En dat is een... we hebben het daar toevallig in de vorige Q-talk over gehad. Als ik Ready Player One? Ja, ja, ja. Narana tipte dat boek. Ja. Op nummer 5. Hey, je mag hem lenen als je wil. Wie, ik? Ja. Nee, ik ga niet al te veel richting Eindhoven. Jij gaat, nee, maar goed, over een tijdje dan, hè. jij gaat goed op het boek, dat weet ik zeker. Ja, dat denk ik ook, maar dat ik het dus met Narana in de vorige Q-talk over, ik lees gewoon echt super traag en ik ben nog steeds bezig in het dubbele boek van ID&T. En dat ben ik op 3/4 uit en ik denk dat er nu al 2 of 3 jaar ligt. Dus dat gaat echt heel traag. Ja. Nou, het Ready Player One boek is vooral leuk voor jou, denk ik. En dan was ik weer niet zeker, want wat is wijsheid. Maar ik denk dat het voor jou vooral leuk is, omdat er heel veel popculture references in zitten. Ja. Ja. En ik heb de film wel gezien. Maar ja, de film is veel meer in dat boek. Ja, precies. De film is moi. De film is matig. Dus niet dat je denkt van het is een slechte film, maar het is... Ten opzichte van het boek zit er veel minder detail natuurlijk in. Het boek is echt veel beter. Maar goed, dat zijn meningen. Ja. Die heb ik. Niet? Nou, dan zou ik zeggen, kijk die film eens. Of lees het boek. Ja. Maar dan moet je dat gaan halen en zo, dat is heel gedoe. Moet niet, nou ja, gewoon downloaden. Ik kan gewoon digitaal kopen. Ik heb nog een e-reader liggen. Ja, ik heb er eens nog... Ik heb hem ik heb niet een Kindle, maar ik heb een Rakuten Kobo ding. Heel chill. Dan moeten wel genoeg bomen dood voor jou. Precies. Goed voor het milieu, man. Lekker bezig. Trots op je. Maar ja, daar ben ik niet degene die het voor zeggen. Daar zijn we al mee bezig, Bart. Geen geduld. Gewoon geen geduld, die jongen. Nee, maar ik vind het ook fijn om lekker een... iets in de hand heb, zeg maar. Ook die zin is verkeerd, Bart. Ook die zin moet je doen. Hij is gisteravond ook. Die ik al een maand niet meer heb gezien. Ja, iemand moet het doen, hè? Ja, precies. Maar ik had heel veel boeken liggen die ik nog niet had gelezen. Maar ik heb toch een nieuw boek gekocht. Welk boek? De Hemelse Tafel. Een soort... Ja, het is dat door Tarantino geschreven kunnen zijn, laat ik zo zeggen. De Hemelse Tafel. Klinkt... En deze week kan dat heel veel dingen betekenen. Ja, het is een soort western. Oh. Ja, het is een western eigenlijk. Donald Ray Pollock, ja. Ja, mijn favoriete boek altijd is The Sisters Brothers. Ik weet niet of je die kent. Van Patrick de Wit. En sindsdien lees ik heel veel western eigenlijk. Nooit van gehoord. Er is ook een film van. Yep. Nope. Met de Joker. Ja. Die andere guy. Kun je die binnen zijn naam vergeten. Met de Joker? Oh, dat is ook die zanger van 30 Seconds to Mars bedoel je? Jared Leto? Ja, die ja. Nee, die andere dat ook, Joker. Dat is ook de Joker? Sterk vermagerde Joker. Die. Jack Nicholson? Nee, die andere. Was er nog één. Je hebt die gewoon zo verbannen. Vond je de film zo erg? Nee, ik vond de film helemaal niet erg. Ik vond hem alleen niet zo goed als het iedereen hem vond. Alleen dat einde had er gewoon uitgeknipt moeten worden. Dat hoef je niet nog een keer te zien. Nee, de laatste half uur eruit geknipt mogen worden voor mij. En het eerste half uur ook, maar ja. Ja, nou ja. Maar dus het valt eigenlijk wel mee bij jullie. Bij het kijkgedrag. Behalve dan bij Leslie enigszins. Maar jij keek sowieso al veel. Dat scheelt. Ja, precies. Ik keek al veel onderweg normaal. Dus het enige wat ik wel merk is dat de aantal uren dat ik een podcast stop normaal... Ik luister gewoon meer naar podcasts, maar normaal luister ik ze onderweg. En ik ben niet zo vaak meer onderweg. Ja. Ja, ik ben toevallig ging ik gisteren even een route door Limburg rijden. Mm-hmm. Dus daar was ik bijna 2 uur mee bezig. Dus kun je weer een podcast luisteren. En ik afgelopen week natuurlijk naar Rotterdam geweest voor die opnames. En dan ben je ook weer, het zal zijn, 3,5 uur, bijna 4 uur onderweg. Dus daar kwam ook wel wat podcast erheen. Dat wilde en dat wel, stuk wandelen van 5,5 uur, dat is ook wel fijn hoor. Volgens mij heb ik er 4 aangezet. Niks te luisteren. Tijdens het wandelen of thuis? Allebei ook, weet je wel. Maar vooral met wandelen, dan loop je daar zo langs zo'n kanaaltje. En dan is het af en toe ook wel lekker om gewoon even naar de vogels te luisteren. Nee. Ik wil niet naar de vogels luisteren. Ik wil naar cynische mannen luisteren die zeiken op de wereld. Dat is wat ik wil luisteren.
Dus ik wil luisteren. Welke podcast luister je dan? 90% van de podcasts die ik luister zijn inderdaad gewoon chagrijnige mensen van mijn leeftijd die allemaal de wereld kut vinden. Maar wel er heel lacherig over doen. Dus dat is chill. Nou ja, je kunt ook wat positievere podcasts luisteren, hoor. Ik heb laatst een hele goede podcast geluisterd. Ik moet even spieken hoe die heet. Dat ging over de running shoe van Nike, die alle marathonrecords verbroken had. Ja, die nu illegaal is, die. Nou, die is nog niet illegaal. Maar dat is de Outside Podcast. En dat moet je aflevering luisteren. Is the battle over Nike's Vaporfly running, ruining running. Dus, Outside? Ja, de Outside Podcast. Maar goed, welke aflevering is het dan? Ja, is the battle over Nike's Vaporfly ruining running. Wel een pakkende titel, moet ik zeggen. Ja. Maar, hou je mail, Bart. Ik ben benieuwd. Hij staat maar het is echt een supergoeie aflevering. Dan gaat er eigenlijk een beetje over dat dus een van de guy die geïnterviewd wordt, die wordt als journalist gevraagd om met Nike te komen kijken van, hey, we hebben een nieuwe schoen. En we willen graag dat jullie hier een keer naar komen kijken als journalisten zijn en je mening erover geven. En dan wordt hij dus door een hele loods heen gestuurd van, hey, wel, dit is wat we hier normaal doen. En hier kon normaal niemand, behalve echt de high-execs van Nike. Heel cool. En dan gaat het dus ook een beetje door alle shit heen. Ja? 40 minuten. Ik ben benieuwd. Ja, ik vond hem erg leuk. Ik zal hem straks eens proberen op te zetten als ik FIFA ga spelen of zo. Nou, doe het maar eens. Oh. Wat zei? Ik speel FIFA niet online. Dat is super chill. Nee, dat is slecht voor je controllers. Nou, hey, ik heb de controller toevallig bij hand. Dat heb ik nooit. Maar volgens mij kun je hem nu zien, hè? Ja. Zie je die dopjes erop? Ja. Zie je dat dopje erop? Netjes. Nou, ik had dus de gewone pads kapot getrokken, zeg maar. Alleen tijdens FIFA spelen. Ja, als je gewoon heel hard met je duim tegen die zijkant aanduwt, op een gegeven moment scheurt dat gewoon in. En op een gegeven moment is dat rubber gedeelte bovenop kapot. En, als je rubberen dingen gaat duwen, dan scheurt dat alles in. Nou, dan moet je geen seks gaan hebben, jongen. Dan ben je heel snel papa. Want ik heb al jarenlang een PlayStation. Ik heb ook heel veel FIFA gespeeld. Ik heb deze unit. Ja, ik heb dus nu die losse dingetjes er bovenop gekocht. Maar die moet je dus eigenlijk erop zetten wanneer je het dus al nieuw koopt. En niet wanneer het al gesloopt is. Dus het blijft echt niet goed zitten. Ik heb trouwens, dat Leslie weet dat, ik heb de Switch Pro Controller gekocht. Dat is echt een lijp ding, jongen. Die is zo achterlijk fijn. Ja, ja. Maar Pro Controller klinkt als duur. Is het ook. Ja, ik was voor deze aan het kijken. €180 van Xbox Controller. Ja, de Xbox Elite is dat. Ja. Elite Pro 2 is dat dan volgens mij. Maar. Ja, ik vind dat best wel veel geld voor een controller. En zeker omdat ik maar één spel speel. Dat valt nog wel mee dan, vergelijk tot dat. Hoeveel? 70. Ja. Ja, ja, 70 had ik nog wel gekocht. Want een gewone controller zie ik ook van €40 of €50, weet je. Dus dan is het oké. Okay. Mijn PlayStation controller, ik heb dat ding nu, 4 of 5 jaar of zo? Die beginnen nu pas een beetje aan vervangst te raken. Oh nee, ik moet echt elk jaar een nieuwe PlayStation controller. Of elke 2 jaar eigenlijk. Van anderhalf jaar, 2 jaar, dan moet ik echt een nieuwe hebben. Oh, maar is dat normaal? Dat is voor de hoeveelheid dat ik speel, is het normaal, ja. Ja, oké, maar ik speel een stuk minder. En ik sloop dus altijd gewoon die button en that's it. De rest werkt allemaal prima. Heb je agressieproblemen tijdens FIFA? Dat Schöne niet meer bij Ajax zit. Ja, en op een gegeven moment uit het spel is, hè. Gewoon op een gegeven moment is hij gewoon weg uit het spel. Je kunt dat contract niet meer verlengen. Dat is echt superkut. De controller die ik heb, die is, Nacon Revolution Pro Controller 2. En die is normaal 130 en die is nu in de aanbieding voor 70. Dus... Stuur eens door. Misschien toch nog wel een nieuwe controller wil kopen. Ja, is die voor Xbox? Maar je hebt ook een PlayStation controller. Is voor PlayStation zo'n uit. Ja. Ja. Hij heeft het over een Xbox controller, toch? Ja, ik heb het over een Xbox. Maar ik heb dus echt dat nu getaped. En ik krijg vandaag nog vanuit Amazon nog nieuwe van die pads binnen. Ja. Ga ik die eens proberen als die beter blijven zitten. Maar moet je eens kijken voor een Razer Wolverine of zo, voor je Xbox. Die zijn wat steviger. Stuur eens door op chat, dan kijk ik er straks even naar. Ik wil best een nieuwe controller kopen. Ik bedoel, deze heeft ook iets van 2 jaar gedaan, denk ik. Maar ik vind het gezonder als je alleen maar die pad kapot hebt. En dat hele ding werkt verder. Prima. Ik stuur je even via WhatsApp. Ja. Een lange link. Succes ermee. Ja, maar niet uit. Ik zag vandaag ook alweer dat iemand een hele lange link had gepost over een heel klein item. Dat ik denk, je had er een prima bit.ly overheen kunnen doen. Of gewoon even die link weghalen, want dan kun je nog steeds doen. Jarp. Oh, well. Maar niet iedereen snapt dat nog. €119. Ja. Jezus Christus.
Ja, dat is het. Ja, dat is echt een koopje dit, hè? Ja, echt? Ja, voor die Razer Wolverine Tournament Edition is het echt cheap. Ja, ik vind het gewoon... En weet je wat het is? Ik zei al, het is wel een bekabelde controller, dus dat is het nadeel. Ja. Voordat hij nooit leeg raakt. dat is ook ja, goed, dat probleem heb ik echt nooit. En die dingen die zijn gewoon steviger. Ze gaan gewoon langer mee. Ja, maar dan zit ik aan de andere kant nog steeds met het punt, als we het dan toch over gameconsoles hebben. Het is nog maar een paar maanden tot er nieuwe komt. Ja, dat hopen we maar. Ja, maar de verwachting tot het najaar nog steeds gaat worden ergens. Nou, de verwachting is eind december. Ja, dat is toch najaar? Ja, maar de verwachting was dat eind oktober, begin november. Ja, oké. Okay. En dus en nou is het een beetje op zijn vroegst, in ieder geval wat ik begrepen heb van artikelen die ik gelezen heb. En dan was het geen vastigheid, het is geen waarheid in deze shit. Het is puur een inschatting, is dat de kans groot is dat er pas in het voorjaar van 2021, dat de meeste mensen pas een console kunnen kopen, omdat de oplage van het eind van het jaar dusdanig laag is. En ja, dat heeft ermee te maken dat de meeste van die dingen geassembleerd worden in Taiwan. En in Taiwan ligt het nu met een complete ban op werk. Ja. En ik ben ook wel benieuwd welke keer of dit... €120 nu uitgeven. Ja, ik ga niks nieuws meer kopen voor mijn PlayStation. Want inderdaad, ik ga toch een nieuwe halen, dus fuck it. Maar gaan er wel toffe kick-off titels op komen? Want ik kan me herinneren dat het bij mij best wel lang geduurd dat ik überhaupt PlayStation 4 kocht. Hoor. PlayStation 5, waarschijnlijk wordt de launch title wordt sowieso Spider-Man 2. Ja, ik hoor ook iets over Crash Bandicoot en Spyro nu... Ja, dat interesseert me nog niet zo heel veel. Maar dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar iets kunnen zijn. Ik weet alleen niet wat er naar meer gaat komen. Dat zullen we even af moeten wachten. Ik weet dat, ja, volgens mij is de PlayStation 5 die ene fucking titel die ze hebben laten zien. PS5, Godfall, dat wordt waarschijnlijk een release titel. Ik ga even kijken wat er allemaal gespeculeerd wordt. De kans is natuurlijk ook groot dat dingen zoals Cyberpunk 2077 als cross-gen title gereleased wordt. En dan ga ik even kijken wat er nog meer bij staat. Gods and Monsters, WRC 9, yeah, who gives a fuck. Warframe zal ook wat doorgeduwd worden. Godfall inderdaad. Watch Dogs Legion wordt waarschijnlijk dus wel een next gen. Watch Dogs Legion wordt waarschijnlijk wel een next gen game. Die zou eigenlijk uitkomen op de PS4. En die zou eigenlijk afgelopen maart uitkomen. Maar ja, daar gingen ze natuurlijk nooit halen. Horizon Zero Dawn 2 is ook een titel die er waarschijnlijk aankomt op de PS5. Maar dus best wel leuke titels. Jij wilde een PlayStation. En Bart die heeft net een Switch. Dus jij gaat nog niks vervangen. Ik heb ook een Switch, maar ik zie het probleem niet. Ja, Switch en PlayStation zijn wel twee echt totaal verschillende dingen. Nee, maar ga je iets kopen, zou ik het zo zeggen. Hier is mijn Switch. Wie, ik of Leslie bedoel je? Ja, jij Bart. Leslie koopt alles, dat snap ik wel. Uiteindelijk ga ik wel een PlayStation kopen gewoon. Maar het ligt wel aan, ik ga niet zeg maar meteen een PlayStation kopen als er nog geen games op zijn die ik per se wil spelen, zeg maar. Alles is backwards compatible, hè? Alles is backwards compatible. Dat zou wel nice zijn als ze dat een keer zouden doen bij PlayStation. Ja. Want dat is echt, dat vind ik nog steeds een van de meest verschrikkelijke dingen van PlayStation. Dat je gewoon eigenlijk je andere consoles niet kan verkopen. Omdat je toch die games wil blijven spelen. Dus dat zou super nice zijn. Dus dan zit er wel een grote kans in dat ik wel meteen PlayStation 5 koop. PlayStation 4 zo snel mogelijk eruit gooien. Mm-hmm. Maar ik wacht altijd wel op een goede game, zeg maar. Voor mij was dat bij de vorige was dat Fallout 4. Uiteindelijk. Wow. Dat is ook niet de beste game. Nee, maar dat was voor mij wel een reden om naar de PlayStation over te stappen. Zeg maar. Naar de 5 over te stappen. Ja, oké. Okay. Nou ja, voor mij wordt het gewoon de PS5 als eerste. Maar waarschijnlijk ga ik hem niet op release halen. Waarschijnlijk wacht ik een maandje of twee. Want de eerste console-reeks, maar de 1.0 versies zijn altijd matig. Altijd kinderziektes in, dus je kan beter wachten op de 1.1 of de 1.12 of de 1.1.2 of de 1.1.3. Dan, ik zie echt gewoon bij de Mediamarkt zo naar binnen lopen, al die dozen omkeren en dan gewoon naar het serie nummer kijken. Bij de PlayStation 4 was de 1.1.11 pas de eerste versie die dus zonder kinderziektes op de markt kwam. Best knap. Dus ja, dat is de route. Het wordt allemaal geüpdate, weet je. Je kan het allemaal terugsturen, maar daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon een persoonlijke console die ik neer kan zetten, die kan blijven staan tot zijn dood en klaar. Ja, ja. Maar de enige waar ik me nu nog bij kan voorstellen waarvoor ik meteen naar een PlayStation 5 zou overstappen, dat zou de nieuwe BioShock zijn.
Daar zou ik echt gewoon nog eens over nadenken. Ja, en daar komt een nieuwe Bioshock, maar ik denk niet dat die PS5 exclusief wordt. Nee, maar dat zou wel. Hij zal niet op PlayStation 4 komen, dat verwacht ik niet. Nee, zeker niet. Hij komt op PS5, maar het wordt geen release titel en het wordt niet alleen maar PS5. Hij komt ook uit de PC. PlayStation of Xbox, die is voor mij heel makkelijk, dus altijd PlayStation geweest bij mij. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga sowieso eerst voor PlayStation en uiteindelijk wil ik wel voor een Xbox erbij. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Eerst maar eens een keer die PS5 de kop tikken. Zorgen dat ik daar een beetje mee vooruit kan. Dan zien we hem wel weer. Nou, ik zit sowieso de laatste tijd meer op Switch dan op de PlayStation, moet ik zeggen. Huh? Terwijl je minder onderweg bent. Met Switch bedoel je? Of bedoel je? Ja. Ja, maar normaal gesproken, Switch is heel erg voor onderweg toch, niet minder voor thuis. Weet je wat een beetje is, zeg maar, de laatste paar games die voor mij echt zijn uitgekomen op de PlayStation, die ik echt kapot zou spelen, zeg maar, waren echt gewoon finale flops. En dan heb je het over Fallout 76, waar ik echt gewoon bijna kwijlend naar ze zat uitkijken. Nou, dat is echt de grootste teleurstelling ooit geweest. En ik was helemaal psyched toen Red Dead 2 uitkwam. Maar toen zat ik op een gegeven moment een half uur in een huifkar en toen dacht ik van nou, ik vind het ook wel mooi geweest, dat ik zeg. Even te storen, de Fallout 76, die krijgen dus, geloof ergens één deze dagen een update. Dat er NPC's in komen en de Wastelanders update. Ik ga hem proberen, simpelweg omdat ik denk van, misschien is dit dan de game die ze initieel hadden moeten releasen. De enige reden wanneer ik nog terug zou gaan naar Fallout 76, is als ze gewoon een goede singleplayer erin gooien. Ja, dat gaan ze nu doen. Je moet dan wel echt nog steeds gewoon volledig offline zijn. Ja, dat wordt hij ook. Dat is het hele ding. Die Wastelanders update wordt offline, singleplayer, NPC's erin, heel de flikkers en boel. Nou, dan weten we wat Bart de komende tijd gaat doen. Maar dan nog moet hij steeds wel... moet hij wel... Ik heb zo'n bovenarm. Ik heb eelt op zijn klauwen, joh. Nee, maar ik heb er geen vertrouwen meer in, eerlijk gezegd. In masturberen of in de gaming? Of Fallout? Ah ja, snap ik wel. Ja. Hey, zullen we hem hier gewoon even op afsluiten? Want we zijn al een uurtje aan het podcasten. En Q-Talk zou ongeveer een uurtje duren. Oh man! Alsof dat de vorige keer wel gelukt is. Ook niet helemaal. Maar dat maakt niet uit. We gaan het wel proberen vol te houden. Ik denk dat een uurtje goed is, toch? Ja, mocht je het leuk vinden en wil je dat vaker zien. Laat het ons even weten. De mensen die kijken en luisteren. Ja, dat mag. Dat mag altijd. En een rating achterlaten ook. En wat is het allemaal? Doen we er elke week eentje? Ja, is dat zo? Gaan we dat doen? Nee, elke twee weken misschien. Ik denk dat na dit uur mensen al helemaal beu zijn. Vooral die jongen. Laten we gewoon vooral de mening afwachten van mensen, Bart. Hè, ja, het draait niet alleen maar om jou. Fucking hell. Houd ik eens van 5 minuten je mel, man. Met jou. Alles gaat om tennis. Flikker de god, man. Nobody gives a shit about tennis, man. Even eerlijk, dan de echte afsluiter. Toch wel wat de grootste teleurstelling van de hele coronacrisis is. Dat je moeder niet meer kan zien. Mensen die dood zijn gegaan natuurlijk. Uiteraard. Ja. Is toch wel Wimbledon 2020. Heb je gezien wat voor geld die krijgen? Ja, dat is niet normaal. Ondanks dat ze cancelen. Goh, het gaat maar even voor het geld om, man. Wie, wat, hoe, wat, waar? Ja, maar niet uit. Daar gaan we nu niet over. De enige grens hebben die Federer nog had kunnen pakken. Who gives a fuck? Ik. Eén iemand en Federer zelf. Ga gewoon samen lekker even een tennispodcast doen of zo, weet ik veel. Flikker op, man. Ik heb weinig gezien. Ik kan er echt weinig over zeggen nog. De enige tennis die ik doe is Pong. En zelfs die niet meer. En Mario Tennis, want Mario Tennis was fucking awesome. Ja? Ja. In je woonkamer en dan... Dat? Nee, gewoon mijn controle, kom op. Egoïst. Ik ga het niet bewegen, man. Hoi, Piet. Nou, mooi. En we zien wel wanneer we een volgende hiervan opnemen. Qua Q-Talks gaan we gewoon lekker door, want ik neem er morgen weer 2 op. Ja. Dat weet ik wel zeker. Morgen eentje met Iris en Nina weer, een update. En met Davy gaan we weer 7... wat gaan we morgen eigenlijk doen? Gingen cabaret-shows, de beste 7 cabaret-shows vertellen. Dat was het. Okay. Als er Daniel Arends niet in zit, luister ik bijvoorbeeld niet. Op mijn lijst sowieso niet. Nee, ook niet. Nee, mijn cabaret ligt echt op een ander vlak, zeg maar. Dus dat is, Bart, je moet luisteren om erachter te komen. Dit is een plug, droplul. Ja. Ik weet helemaal niet waar ik mijn lijstje heb staan. Waar staat mijn lijstje nou? Ik heb ergens een lijstje gemaakt. Oh, nou, wil je erachter komen? Dan moet je vooral die andere podcast luisteren. Even kijken. Nou, Daniel Arends staat wel bij mijn lijstje niet gehaald.
Oh. Dus die was ik niet vergeten. Welke show? Maar het was eigenlijk helemaal niet grappig. Nee, daar heb ik geen show bij gezet. Nee, want de 7 was sowieso al moeilijk genoeg om samen te stellen. En zelfs Kevin Smith staat er niet in, omdat het natuurlijk geen cabaretshow is. Maar hij heeft wel hele toffe shows. Dus het is een beetje... Ja, en zijn stand-up is niet de beste stand-up ooit. Nee. Dus het is een lastige, maar daar horen jullie als het goed is morgen of overmorgen een nieuwe Q-talk over. Ja, dat kan me voorstellen dat jij nergens op kan wachten. Komt goed. Dit was gezellig. Thanks. Ja, nou. En dan knip ik hem hier ergens, denk ik toch? Hey. Missioneel. Hoe was het ook alweer, Leslie, iets met doei? Hoe deden we dat in live in Limburg? Doei. 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 Nou, gaan we hem dan nu eindelijk ophangen? Godverdomme. Wat zeg je? Gaan we hem nu dan eindelijk ophangen?